ochtend begon al vrij vroeg. Om 7:15 stonden we hier allemaal en ja, we kregen een kaart met kleuren. En dat betekende eigenlijk dat ieder kleur representeerde een groepje. Een groepje met zo'n excellente studenten. En ja, we moesten eigenlijk 15 minuten lang onszelf introduceren en die studenten leren kennen. Onder het genot van een soort ontbijtje. En dan gingen we weer snel door naar het volgende groepje. We hebben met heel veel verschillende bureaus hebben we contact gehad, hebben we kunnen praten met ze, we hebben kunnen kijken hoe ze denken, wat ze ervan vonden, hoe ze bepaalde standpunten hebben in de designwereld. There were plenty of eye-openers. The standard of ideas was really very high. The students were all enthusiastic and gave insightful solutions to the challenge that we gave them. Ik vond het super gaaf. We hebben allemaal discussies gehad over ethische kwesties en Dutch design dilemma's. Allemaal gave dingen, onderwerpen waar je normaal niet zo vaak over nadenkt. En nu met allemaal creatieve mensen samenkomt om samen tot een eind te komen. Ja,